Stun ammo, wat is dit nou weer? Dat is wel beter werk, stun ammo, nice. Dan zullen ze waarschijnlijk niks kunnen doen. Dat is wel mooi. Op zich denk ik dat dit op zich redelijk uitgebreid is qua dat je attachments kan vinden, dat je extra wapens, ammo, speciale dingen kan vinden. Dat is op zich goed, alleen de uitwerking misschien niet. Weet je, dus als dat bij zombies was, dan was het waarschijnlijk al 5 keer zo vet. En dat bedoel ik eigenlijk. En dat ding is fucked up snel. Hij lijkt echt op zo'n ding van Aliens vs. Predator. Ik weet niet of jullie dat kennen. Film, ook een spel trouwens, maar maakt eigenlijk niet uit wat je dan ziet. Het is allemaal hetzelfde. Is mee die weg of wat? Een V-ding, wat is er nou? Dat moet niet, hè? Oh crap, oh crap. Ik hoop kut en crap te gelijk zeggen. Crap. Misschien een nieuw woord, crap. Oh shit. Weet je, oh nee, dat is een Semtex. Ik dacht dat ik een stun had. Oh, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Oppassen, want ik heb niet veel health meer. Op zich wel handig dat je kunt zien hoeveel health je hebt. Want bijvoorbeeld bij zombies, dan weet je nooit hoeveel hits je nog kan hebben. Maar ja, aan de andere kant, je ziet het gewoon hoe groot jouw beeld is. En hier is je beeld gewoon niet rood, dus dat is soms best irritant. Dan denk je, ah, ik ben niet gehit. En net een paar keer achter elkaar, maar dat komt niet zo snel bij. Dus je health regenerate niet zo snel. Best irritant. Tadaa! Het ziet er ook zo gezellig uit, hè. Jezus, man. Hey, city... Dread... What? Dweller? What the fuck is dat? Wat is dit? Ah, dat kan ik niet kopen. Ik heb maar 1 skill point. Faster reloading. Nou, sowieso dat ik daarvoor ga sparen. Collect money. Altijd, toch? We hebben 6000. Volgens mij staat limiet. You cannot carry any more money. Dus... Gaan we dit wapen proberen of niet? Ik weet niet. Dit is een submachine gun, maar we gaan het gewoon doen. Als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Dit is gewoon scheid. Hopelijk vind ik daar ook nog wel mooie attachments. En ik ga die skill points niet gebruiken, want ik wil dat ik slaat vet. Ja. Dan moet ik weer zo'n ding boren. Het begint een beetje eentonig te worden, jongens. Het is niet heel interessant. Oh, prone. Ik moet prone. Oh, shit. Waar zie ik hier? Dit wil ik wel graag proberen. Oh, crap. Eigenlijk moet je dan met 2 man staan, want ik heb het idee dat als ik hier achter sta, dat ze gewoon van achter komen. Dat is niet zo grappig. Ik zal gewoon prone proberen. Oké, dit ding werkt al beter dan mijn AK-12. Ik ben benieuwd wat ik krijg eigenlijk als ik de challenge complete. We gaan even die challenge complete. Misschien ook al lachen. Misschien is de enige manier nog om dit redelijk interessant te houden. Challenge is complete. Ik ga sowieso proberen het uit te spelen. Maar ik weet niet hoe je het kunt uitspelen eigenlijk überhaupt. Er zit een einde bij volgens mij. Dat ik begrepen had. Oh shit, oh shit. Ik lig nou in de zuur. Dat is niet zo grappig, dat is niet zo grappig. Oh, hij is niet dood. Oh shit. Oh fuck, ik ga dood. Dat is niet de bedoeling. Ga weg, goed zo. Zullen we even ammo bijpakken? Ik ben een beetje low in ammo. Oh fuck, ze zitten daar allemaal. Snel, laat, laat. Goed zo. Ik moet extra de vent hebben, dat scheelt echt zoveel. Oh wacht, de ding is gewoon fully auto. Waarom zit ik op beurs te doen? Lekker slim, Ben, dat is lekker slim. Oh, weet je wel? Zo. Jezus, dat was ook niet echt accurate. Ze kwamen ook gewoon niet op mij af. Ik denk, ze komen wel op mij af. Hier jongen, dit is kei slim. Hier, dan flikken ze af als ze dat ding wil kapot maken. Nou, die ging wel heel snel dood. Oh wacht, ik moet die prone kills doen, hè. Op zich, die prone kills zijn niet zo'n probleem. Alleen die gif dingen, die gif kickers, is een irritant. Die echt die predators. En dan ga ik even kijken wat voor wapen dat is. Ik ben benieuwd. Ik hoor iets, maar ik weet niet van vandaan. Nou, daar. Hallo. Nou, we hebben al 2 soorten aliens gezien. Ik ben benieuwd wat we nog meer te zien krijgen dadelijk. Ik neem aan dat het nog langer dan niet afgelopen is. Ah, de freckles moeten we heen. Oh, search. Attachment. Ammo clip. Ah, mooi. Nou, handig toch? Sterk, alle 2. Zeg nou niet, god, dat meen je niet. Worden die dingen zoveel sterker een keer? Ze hebben ook best wel snel gelijk gedamaged. Nog 2 kills. Nee, waarom jij nou weer? Oh, pas op. Ja, dat ding is under attack, dat hoor ik, maar ik,
Ik kan niet alles tegelijk doen. Heb je deelt? Oh crap. Laden, laden, laden. Ik heb nog maar 50 kogels. Nou, wat heb ik nou compleet? Ik heb een challenge gedaan. Oh, daar krijg ik skill points voor. Dat is beter werk. Zal ik even hier naar boven gaan? Ja, de drill's damage, dat weet ik allemaal. Dat is heel leuk en zo. Maar even de ding. Oh shit, what the fuck is dit nou weer? No, my... What the fuck? Mijn boor is kapot. Of niet? Nee, hij is niet kapot. Net was die damage en nu is gelijk al dat ding kapot. Die moest mollen. Dus, oké. Okay. Zero fucks were given. Oké, okay, we gaan even kijken. Pakken dat. More damage. Dan hebben we 3 punten nodig. Dus we moeten gewoon challenge gaan completen. Dat is een beetje de truc, denk ik. En ik ben benieuwd wat ik hier aan heb, eigenlijk. Aan mijn... oh, ik heb nog 1 punt, of niet? Ik heb... ja, 1 punt. In ieder geval aan... waar had ik het net over? Aan mijn pistooltje. Of dat ik er iets mee kan, dat ik daar ook iets beters kan krijgen. Oh, kut. Dat was niet de bedoeling. Nou ja. Whatever. Waar gaan we heen? Op zich, het is wel leuk om alles te ontdekken, zeg maar. Van waar kun je allemaal heen? Die chopper, ja, die heb ik hem niet nodig. Ja, weet ik veel. Maar ja, ik heb toch zoveel punten. Waar moet ik ermee? Zoveel wapens koop ik niet. Het enige wat ik koop is ammo. En ik denk dat ik voor nu eventjes dit wapen hou wat ik heb. Deze. Want veel ammo en dat is handig. Rapid fire, dat is sowieso nice. Dat is niet verkeerd. Ik dacht heel eventjes dat er select fire stond. Ik, no, heb ik weer die onzin gekocht, maar dat stond er niet. Want ik koop tegelijk, ik lees dat niet. Ik denk, oh, extra, mooi. Wat is dat voor iets? Oh, dat is natuurlijk dat ding. Hoe heet dat ding? Bison? Ja. De Bison! We gaan dit ding even mollen. Ja, daar hebben we ook niks aan. Weet je, die zetten we daar toch gewoon aan. Electric Trap, want... gewoon proberen, we zien het vanuit wel. Als we niet proberen, dan weten we niet hoe het eruit ziet. En dan weten we niet wat nuttig is. Zo, pakken dit ding. Hey, hallo. Hallo, maar gewoon voorbij. Oké, okay, flikker dat ding hier neer. Kom terug dan. Klotje om. 50% accuracy, dus best wel veel. Ja, veel is niet, maar ik ben nogal geneigd om gewoon een beetje te sprayen met zombies. Ik heb de electric fence of trap of water. Heb ik aangezet, maar waar? Oh, dat is hier. Dat is gewoon een trap, neem ik aan. Ik heb nou accuracy van 35. Too bad. Zo'n gifkikker zit erop, maar dat weet ik te doen. Ik kan iets zeggen, maar denk ik zal het maar niet zeggen. Mogen jullie zelf invullen. Hoppakee. Gaat een stuk sneller nou. Rapid fire dat helpt. Oh, dit is een goede combo. Dit is een goede wapen, jongens. Dit is voor de toekomst. Hier, dan gaat hij waarschijnlijk ook al sneller dood. Hier jongen, hij gaat gelijk liggen. Nou is het easy mode. Dan kunnen we dat gewoon makkelijk uitspelen. Alleen die accuracy, die kan ik wel vergeten. Ik kan eigenlijk graag de minigun nou gebruiken, maar ik denk dat ik dit wapen blijf houden. En what the fuck was dat nou weer? Als het begon te trillen, denk ik, no. Wat komt er nou weer aan? What the, oh, what the fuck was dat net er ook? What the fuck? Is dat? What the heck? Easter egg, maybe. Oh, hallo. Ik dacht dat wel, hij is wel groter, toch? Nee. Ik weet niet. Hoeveel skill points heb ik? Eentje. Kun je boven in beeld zien. Ik zal zo meteen nog even laten zien. Als je niet wist waar ik bedoel. Hier boven, helemaal bovenin. Skill point en dan dubbel punt 1. Wat is dit voor random shit allemaal? Weet je wel, we pakken die minigun. Ik heb scheid. Electro fence is offline. Oké, okay, boeien. Hier, come on jongen. Use. En dan lopen ze allemaal gewoon achter mij. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. No, what the fuck is dit? Oké, okay, tip van de dag. Neem nooit een minigun. We gaan gewoon achter je staan en je kunt niet bewegen. Handig, handig. Nou, ik hou voortaan dit ding wel. De minigun mogen ze houden. Ik denk, er komen er veel aan. Minigun is handig. Kan ik niet draaien. Fuck, lelijk. Nou, ik heb hem toch gekocht. Nou, hou ik hem ook. Ja, hou. Ik gebruik hem nou ook. Er is nergens echt een minimap waarop je kan kijken waar ze vandaan komen, volgens mij. Wel, ik weet niet. Ja, weg hier. Kijk, jongen. Als je achter zulke dingen staat, ga je gelijk dood. Oh ja, repair it. Hoe lang word ik revived van die shit? Want ik neem aan dat dat niet eeuwig blijft. Sowieso vind ik het al raar dat ik zoveel revived, maar al 2 keer. En what the fuck is dat, jongens?
Dan zijn ze ook allemaal veel sterker volgens mij. Dan moet, oh ja, nou exploderen ze. Ja, juist. Ammo. Laden. Sneller. Ik heb niet zoveel tijd. Ik ben benieuwd. Oh ja, het volgende wat ik kon krijgen was sterkere wapens, hè. Oh shit, maar dood. Gewoon doorsprayen. Ik ben al bijna dood. Zo, gooi maar even Semtex. Komen ze nog naar me toe? Nee? Oké, is goed jongens. Goed, is goed. Oh fuck. Hij wel, hij wel. Die dingen zijn wel snel. Maar die wapens ook snel. Gelukkig. We gaan even kijken of we nog iets van attachments kunnen vinden. En ik wil echt weten wat ik met een pistooltje kan. Want ik kan hem niet inruilen. Dus what the fuck moet ik met een pistooltje? Oh hier, nice. Oh. Oh, dat is nice. Is er meer zo'n... weet je wat we gaan proberen? Awesome. What the fuck? Dat is vet. En dan ben ik hem kwijt. Oké. Okay. Kijk hem nog terug ooit? Of heb ik hem nou verneukt? Ik heb hem waarschijnlijk verneukt, oké. Dat is fucked up. Nou, we pakken de ding. We gaan sowieso weer naar de volgende. Ik heb hem serieus verneukt, hè? Die... Ah, oh, god. Yay, ik heb een hypno knife. En fucked up. Again. Nou, leuk. Ik bedoel, wat is het doel om dit ding te mollen? Ik kan hier toch ook gewoon overheen klimmen of zo? Nee, het moet per se dat ding zijn, want ik moet om die vrachtwagen heen. What the fuck is de bedoeling? Nou ja, we staan hier in ieder geval op een niet heel leuk spot. Zet hem gewoon neer, of kan wij het ook boeien ook. Oh, lol, hier stond gewoon een minigun. Oh, kan ik er zelf? Oh, dan moet ik zelf achter staan. Oké. Okay. Ik denk, die schiet van mij. Maar nee hoor, ik moet het zelf weer oplossen. Nou, net zo goed die minikin langs maar kunnen pakken. Deze raakt ook nog overheat, zo te zien. Misschien zo wel slim iets. Om een paar keer te schieten. En dan er weer achteruit. Als hij overheat. En dan fix ik daar wel weer met mijn eigen wapens, want die dingen zijn ook goed. Hé, blijf eens af. En hij is kapot, oké. Ook allemaal tweedehands meuk. Rommel jongen, gaat allemaal kapot, heb je niks aan. Ik heb wel 3 skill points. Beter. Oké, okay, maximum level. Beter werk. Nou is mijn wapen sterker. En wanneer meer? Oh shit, dan moet ik kijken. Ah, dan kan ik niet meer kijken. Ik wil kijken wat hij nou allemaal erbij had. Hij is in ieder geval sterker. Dat weet ik één ding zeker is. En dat merk ik wel. En ik heb Redfire. En ik heb een Lime Machine Gun. Dus dat moet goed komen, jongens. Die gaan wij gewoon uitspelen. Alleen ik zie nergens hoeveel health ik heb. Of health, dan niet. Hoeveel levens ik heb. Want ik ben net al 2 keer revived. Maar niet helemaal zoals gepland ging. En waarschijnlijk nou weer. Laat, snel. Ik heb niet zoveel tijd. Oh, ze zitten niet achter mij, lol. Ze gaan ook gewoon niet achter mij aan. En ze gaan echt naar die drill toe, what the fuck. Dat ding is het irritantste. Maar vandaar, jongens. Ah, nee, nee, ach god. Nee! Mission failed. Huh. Nou ja, voor de eerste keer waarschijnlijk. Ik ben 3 keer down gegaan. Ja jongens, weet ik veel. Tot 66 kills. Dat zal niet echt veel zijn voor de gemiddelde... wat is het eigenlijk? Alien mode extinction speler? Ik weet niet. In ieder geval, ik weet mijn god niet wat ik moest doen. Ja, nou heb ik het idee. Ik moet alleen die dingen mollen. That's it. Ik krijg in ieder geval een vette background. Dat is iets wat, wat nice is. En nieuwe items. Ik weet niet wat ik er aan heb. Ik zal er iets aan hebben. Anders zou ik het niet krijgen. En... ja, wat heb ik hier aan? Weet ik ook niet. Want dit is weer een apart level. Ik denk misschien level ik hierbij ook voor multiplayer. Dat zou leuk zijn, maar dat is dus niet het geval. In ieder geval, ik ben nu level 4. Op zich grappig, want ik was net begonnen, ik was level 1. Dus ik heb het op zich best goed gedaan. Maar ja, in de game op zich. Het ging niet goed, maar het is ook een beetje een rare game. Vooral die grote predator dingen die al die shit op je afspuiten, whatever het mag zijn. Ik kan niet weten wat het is. Maar dat is een beetje irritant, want dan ben je gelijk fucked als je erin blijft staan. Dat is gewoon zuur. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als jullie de video leuk vonden, laat alsjeblieft een like achter. En laat in de comments achter of jullie dit al hebben gespeeld. En wat jullie bevindingen hiervan zijn. Of jullie het leuk vonden of juist niet. En ik ga kijken of ik binnenkort met iemand anders kan spelen. Want solo is waarschijnlijk niet zo leuk als met meer man. Dus ik ga even kijken wie er met mij mee wil doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.